President Desiree Bouterse heeft na de installatie van de districtscommissarissen in Brokopondo en Sipaliwini een presentatie gehouden van projecten die de regering de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. Het staatshoofd gaf aan dat er geruime tijd niets was gedaan aan de infrastructuur. De regering heeft de renovatie van verschillende wegen nu opgepakt. En de infrastructuur, nou dat passie, broodje, de belangrijke ontwikkeling. Het is belangrijk die je economische ontwikkeling. We hebben een gevaarlijk château. We hebben een beeld dat je een misbruiker kan doen. En dat je kan tekenen. Ja, zo is je woon naar Marienburg. En we hebben een voorbeeld die zien in alle districten. Omdat de dingen op alle soort negatief zijn. Ik kon dat nieuws. Ik kon dat alle soort app. Maar de stand is om te komen. Look of a young one de bezig. En work on de pressie. En met Chara Film kom, they say. Met you na de young one fishy. Dat die work on death to. En dat u kan doen aan work on. Het staatshoofd verschafte ook informatie over de werkzaamheden aan de brug over het Saramaka-kanaal. Die zal zorgen voor een omleiding van het verkeer. Ook de vernieuwing van de highway kwam aan de orde. Deze weg wordt tot een vierbaansweg gemaakt. Bouterse sprak ook over de bouw van de volkswoningen. PP, de op 150, is 200. Een aantal maanden geleden, recentelijk, de laatste 150. Bij 200 heb ik een bouwbakken. Augustus 2019 staan de volgende 200 er weer. Tot zover president Bouterse afgelopen weekend in Brokopondo en Sipaliwini, waar hij sprak over de ontwikkelingen die de regering voorstaat. Het staatshoofd zei dat hij met deze films de gemeenschap van die districten wilde informeren over zaken die worden aangepakt.